Eerste keer sinds een lange tijd sta je weer tussen de palen. Hoe voelt het gaan? Nou, voor mezelf aardig. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar ik moet voor mezelf tevreden zijn dat ik 90 minuten heb gespeeld en dat ik goed uit de wedstrijd vooralsnog ben gekomen. Dus daar ben ik tevreden mee. Ja, je bent al lang uit geweest. Heb je er moeite mee om je zo snel aan te passen om dan weer in de goal te staan? Nou, moeite met aanpassen niet. Alleen wat je in de wedstrijd krijgt is weer anders wat je in de trainingen doet. Ik ben nu 4 weken aan het trainen. Dat is goed gegaan. Dat is de eerste wedstrijd en er zitten weer andere dingen in. Dat moet je gewoon weer snel oppakken. Ik ben blij dat ik dan nu 90 minuten gelijk heb kunnen spelen. Heb jij dat je nog wel eens angstig bent bij bepaalde duels omdat je een zware blessure hebt opgelopen? Nee, totaal niet. Misschien de eerste week, 2 weken dat ik aan het trainen was, had ik dat gevoel een beetje. Maar dat slijt en ik heb daar nu totaal geen last meer van. En ben jij tijdens de wedstrijd meer bezig, ook bezig om die jongens te sturen? Of ben je nog steeds een beetje met jezelf bezig? Gewoon dat je wil zorgen dat je herstelt van je eigen blessure? Nee, ik ben met mijn team bezig. Ik probeer aan te sturen. Alleen deze wedstrijd was dat niet gemakkelijk. En ik denk dat we vandaag van de kastje naar de muur zijn gestuurd door Sparta. Jullie speelden met veel spelers uit jullie eerste elftal. Bij Sparta was dat iets minder het geval. Dat zou toch eigenlijk niet kunnen dat zo'n team van Excelsior dan 3-0 verliest? Nou goed, we begonnen ook natuurlijk met een A-speler erbij. Hè. En we zagen al snel dat het best wel lastig is. En we wilden hoog druk zetten. Alleen Sparta voetbalde daar heel makkelijk onderuit. En waardoor wij steeds in de problemen kwamen. En waardoor wij steeds te laat waren. Ja, dan is het een kwestie van opbrengen. En dat hebben we vandaag gewoon niet kunnen laten zien. En met het hele team niet. En dan zie je dat je de hele wedstrijd achter de feiten aanloopt. En puur persoonlijk, ben je tevreden over je eigen prestatie? Nou, er zitten altijd plussen en minpuntjes in. Ik moet gewoon tevreden zijn dat ik 90 minuten heb gespeeld. En dat mijn rug, dat ik daar geen klachten aan over heb gehouden. Dat allemaal goed is gegaan wat ik heb gedaan in de wedstrijd. En de rest is voor mezelf om weer te evalueren en met de trainer. En wat is de bedoeling voor de komende periode? Is de bedoeling dat jij nu steeds met de blos gaat meespelen? Of wil je zo snel mogelijk de doorstap maken naar het eerste team? Nou goed, ik wil voor een basisplek gaan bij het eerste natuurlijk. Dat lijkt me duidelijk. Alleen wat nu precies de bedoeling is, dat laat ik aan de trainer over. En je probeert zoveel mogelijk wedstrijden bij de beloftes te spelen. Alleen daar hebben wij als Excelsior zijn niet de hand in. En dat ligt helemaal bij Feyenoord. Dus het is afwachten. Maar er zijn geen afspraken verder gemaakt? Nee, er zijn geen vaste afspraken. Als er ruimte is, dan zal ik ongetwijfeld kunnen spelen. En tot die tijd ga ik ook gewoon voor mijn plek om weer terug te komen in de basis.